En de aftrap was natuurlijk voor de mannen van FZO, waar ik dan ook direct de opstelling van heb. Daar staat op het doel Pieter Koster, een oud gediende natuurlijk. Robin van Ekeren die staat onder nummer 2. Mike van Sonderen staat onder nummer 3. Marco Kooi onder nummer 4. En dat is ook gelijk de captain. En Henrico de Bruin staat onder nummer 5. Zander van der Keus. Die staat onder nummer 6. Dennis Koutijs onder nummer 7. Remco van Deventer. Ah, die naam heb ik wel eens meer gehoord. Staat onder nummer 8. Jeffrey van Rensenbrink. Die naam hebben we ook wel eens meer gehoord onder nummer 9. Dan nummer 10. Michael T. 11. Emiel Brouwers. En 12. Richard Gouw. Dan zijn de reserves, denk ik, Martijn de Wit onder nummer 14. Baba Diop onder nummer 15. En nummer 18. Tim Forman. Moet ik eventjes mijn blaadje omdraaien om de opstelling van Patria daar eventjes bij te halen. Die heb ik nu hier in de hand. Daar staat op het doel Mitchell van Dijssel. Met dat er een corner wordt genomen direct op het doel van de mannen van Patria. Onder nummer 2 Leroy Hendricks. Nummer 4 Ricardo Steenbeek. Onder nummer 5 Piet Bouw. Onder nummer 6 Ed Valkenier. Nummer 9 Nees Aldi. 10 Roy Sinaï. 14 Ismet Sien. Nummer 17 Erik Westerling. 18 Roy van Essen. Kijk ik even wat die corner genomen wordt. Die wordt doorgekopt door FZO. Onder nummer 22 Tony Theus. Nummer 7 Kevin Dirksen. 28 Mil van Wijnbergen. 12 Bilal Soutiki. 23 Gulia Granoost. 8 Ramses Ariani. 19 Ernst Hoenderdaal. En 13 Jesse van Linden. De wedstrijd is nu volop aan de gang en ze kijken op het scorebord sowieso 1 minuut. En we verwachten natuurlijk vanmiddag een spannende en een leuke wedstrijd. Even een fotootje maken van die andere opstelling. Want het is bijna niet te lezen dit. De telefoon kan ook gewoon, dan komt ze gelijk met die grote apparatuur. Wil je deze ook hebben? Deze heb ik. Oké. Oké. Voor de televisiekijkers natuurlijk speelt Patria van links naar rechts. En die spelen in het blauw-wit. Blauwe shirts, witte broeken en rode kousen. En FZO natuurlijk in de... Oh, daar valt het eerste doelpunt al hierdoor. Even kijken wie deed dat. Even kijken welk nummer dat was. Ja, dan ben ik maar.
De trainer van FZO is natuurlijk Pino. Ja, wij noemen hem allemaal Pino. En de trainer van Patria is natuurlijk Coco Fares. Sowieso al niet onbekend in het Zeister voetbal. FZO dan, spelende van rechts naar links. Hier dan eens even kijken, Marco Kooi, de aanvoerder van FZO. De bal naar de linkerkant, nu doorgegeven. 1-2 combinatie daar op de nummer. Nou ja, er zit geen nummer op het broekje, dus dat kon ik even niet zien. Dan de bal terug naar de laatste man van FZO. Het zonnetje begint lekker te schijnen. We hebben er net een heel klein buitje gehad. En de cameraman heeft de jas over de camera heen gedaan om die toch veilig te houden. Voorzet daar in het 16 meter. Wordt daar wel door Patria verdediger, een lange verdediger, weggehaald. Bal springt dan weer terug richting het midden. Kan Patria nu uitbreken over de rechterkant. De nummer 17. Die bal voor de voeten van de keeper. Die kan daar net uitgestrekt bij komen. Om dat erger te voorkomen. Om die 1-1 stand in ieder geval niet op het scorebord te laten komen. Wel een mooie aanval over de rechterkant van de mannen van Patria. Dan gaat de bal richting de rechterkant. En weg. Even kijken wie is dat. De nummer 7 van FZO. Dennis Koutijs probeert de bal voor te krijgen. Lukt dat niet. Wordt de bal tegengehouden door de verdedigers. Bal richting het midden. Weer naar die 17 die daarnet die rust maakte aan de linkerkant. Dan heeft hij de bal door aan de nummer 6 van Patria. Die de bal naar de linkerkant. Daar wordt het duel uitgevochten. Moet de bal weer terug richting de keeper. Kan daar op zijn gemak kijken waar hij de opening kan gaan zoeken voor FZO om weer naar het doel toe te komen.
Dan vanaf nummer 5 van FCTO. Blaadje waait natuurlijk om. Dat zou je altijd zien als je dan even gauw wil kijken. Henrico de Bruin die daar de bal door het midden heen brengt. Nou, dan zien we eens even kijken dat er 8 minuten gespeeld zijn op het scorebord. En nog steeds de 1-0 voor FCTO hier op Bliekenburg. Hoi. Hallo. Ja, ja.
En hier heb ik ook een doelpunt. Het lijkt wel of dat het gelijk op moet gaan. Bal van de punt 16 meter in één keer als een streep in het verre hoekje bij FZO. Pieter Koster komt daar niet bij. En ik denk, even goed kijken welk nummer dat is als hij zijn eigen nou om wil draaien. Ik denk de nummer 7. 10, 17 die je maakte. Erik Westering maakte het zijn tweede doelpunt. Ja, ja. Vrije trap voor de mannen van FZO. Scheidsrechter beet afstand af voor de, van de muur. Hoge bal voor. Weggewerkt. Nog niet helemaal uit de 16. Het gevaar is nog niet geweken. Voor de mannen van Pater. En nu dan wel is de bal eruit. Overtreding hier van de nummer 5. Nou, gelukkig geen blessure voor de nummer 9 van Patria. Maar wel een vrije trap op een best wel een mooie plek om iets te doen. Snel genomen die bal. Maar de scheidsrechter had zijn boekhouding nog niet klaar. Dus even wachten op het signaal dat de bal genomen kan worden. Tony Theus gaat die bal nemen. Nee, nummer 6. Ed Valkenier. Met links, zo te zien. Bal de 16 meter in. Wordt hij verwerkt door 17 weer voorgebracht. Oh, jammer. Bal over de rechterkant. Laten we dan een nieuwe aanval op het doel van Patria. Erikens is dat geloof ik. Ja, Sander Erikens de bal door. Maar die is niet secuur genoeg die bal in de voeten te brengen van de voorwaartse. Dan van Deventer op de nummer 5. Die daarnet Henrico de Bruin, die daar een gele kaart kreeg. Die moet ik nog eventjes aantekenen. Zodat we weten dat hij met de handrem erop speelt. In ieder geval voorzichtig moet doen in zijn acties om niet tegen een rode kaart aan te lopen. Rechts. Zal hoog voorgetrokken worden, denk ik. Kijken waar Jeffrey Renzenbrink. Oh, die komt dan nu inlopen. Die zal naar voren toe komen. Ja, komt voor zijn voeten. Zal uithaal. Net niet. Maar het gevaar is nog niet geweken. Nummer 10, hoog voor dan. Weer richting Jeffrey Renzenbrink. Te laat. Jonathan staat met 2-0 voor. De
Frigense Brink van links, bal voorgezet richting 16 meter. En daar overtreding gemaakt op Emiel Brouwer. Het kleinste manneke van het veld vanmiddag, maar zeker niet de verkeerde voetballer. Vrij trap genomen door de nummer 10, Michael T. De maker van de 1-0. Nu uitpassen, meneer Terhoeven. Hier moet de muur komen staan. Nou, die kan er mooi omheen draaien, zie ik, om die muur. Als die man in het wit wegstapt, dan is daar de hoek helemaal open. Oh, zeker niet verkeerd genomen, maar jammer dat hij te hoog bleef, de bal. Net over de punt. Ja, en hier zijn we natuurlijk ook op weg, misschien wel naar het doelpunt van Patria. Want daar druk op het doel is behoorlijk voor de mannen van FZO. Die moeten met mannenmacht daar de bal verdedigen. Dan kunnen ze nu uitbreken op het doel van Patria. Wordt de bal teruggekopt door de verdediger van Patria. Maar direct aan de rechterkant weer die aanvallen inzetten op het doel van FZO. Dan gaat de bal eroverheen. De nummer 6 loopt er nog wel op, Ed Valkenier. Maar die kan daar niet goed bij. En was eigenlijk iets te laat vertrokken, dan had hij in één keer voor Pieter Koster gestaan. Ja, dan hadden we hier hoop gejuich gehad. Maar dat is nog niet zover. Dat komt vanmiddag nog wel, want de eerste doelpunten zijn natuurlijk al gevallen. En we zien dat we gewoon in de 15e minuut zijn. Dus we hebben nog een half uur te spelen om nog mooie dingen te zien. Het is zeker niet een saaie wedstrijd. Er wordt behoorlijk gevoetbald. En de druk op de bal is enorm voor beide partijen. Geven elkaar nog niks weg. En de scheidsrechter Menno te Hoeven heeft, nou, ik kan niet zeggen zijn handen vol, maar zijn fluit vol om daar behoorlijk in op te treden. We weten allemaal dat hij heel fanatiek of correcte fluit bal voorgezet dan op het doel. Maar hij heeft het zeker wel onder controle vanmiddag. Bal dan van de keeper. Hoog richting de 16 meter van FZO. Bal dan weer terug naar het midden. De nummer 9 van Neesje Aldi. Bal naar de linkerkant. Dan even kijken wat gaat die speler daarmee doen. Die ziet daar aan de linkerkant de opening op die. Volgens mij is dat Ed Valken. Nee, dat is niet Ed Valken hier. Dat is. Ik kan goed het nummer niet goed zien. Maar daar blijft hij in ieder geval de bal liggen. Kan FZO overnemen aan de rechterkant voor ons gezien. Dan de bal naar het midden toe. En dan is het. Even kijken, de man van FZO. Sander Eerkes raakt daar in het duel de bal kwijt. Kan Patria daar weg. En wordt de speler gestopt. Door eens even kijken. Een grote, lange, sterke jongen. Die daar ook, de gele kaart voor krijgt. Denk ik van Mennen te Hoeven. Op die overtreding op de nummer 9 van Patria. Dat is Nees Aldi. Die daar ook wel blijft liggen. En wacht op de verzorging van Patria. De verzorger die het veld in komt stormen. Even kijken, wie was die man die die overtreding maakte? Een blonde kuif zie ik. Oeh, daar gaan ze precies voor zijn nummer staan. En dan is het volgens mij nummer 3 van FZO, Mick van Sonderen, die daar die overtreding maakte. Ja, misschien moest hij dat ook wel doen, want anders was denk ik die speler van Patria doorgebroken op het doel. Ja, dan sta je in één keer voor de keeper. En dan gebeuren er rare dingen. Nou, even de verzorging hier op het veld van FZO. Halverwege, nou net voor de 16 meter, daarvoor dan zal die vrije trap genomen gaan worden. De mannen staan natuurlijk rond die 16 meter opgesteld. En kijk, bal wordt hoog voorgegeven op de vuisten van Pieter Koster. Die kan die bal niet voldoende naar de zijkant brengen. En is er hier contact met Emiel Brouwer, die van de bal weg moest lopen. Maar daar komt de bal dan niet. Is het Patria die overneemt en is het Emiel Brouwer die daar een inworp aan overhoudt. Voor de mannen van FZO. Nee, geen inworp, een vrije trap voor de mannen van FZO. Daar gaat Marco Kooi die vrije trap nemen. Bal hoog richting de 16 meter. Komt daar niet op de grond, maar op de voet van de captain van Patria. Bal dan met een hooggeheven been naar de bal toe. En daar is dan de tweede gele kaart voor een speler. En dat is in dit geval een speler van Patria. De nummer 14 is met Shin die daar de gele kaart voor krijgt. En die moet denk ik dan nu met de handrem erop gaan spelen. Nou, dan zien we dat er
18 minuten gespeeld zijn hier in deze wedstrijd. En 1-1 nog steeds hier op Bliekenburg. Bal naar links voor FC Toho, die nummer 5 kan winnen, winterduel. Oh, maar wordt daar aangepakt door Ed Valkenier. En nog net geen gele kaart daarvoor. Wel de vrije trap natuurlijk voor de mannen van FC Toho. Die gaat nemen de nummer 10, dat is Michael T. De man van, de eerste doelpunt te maken. Bal hoog voor richting de 16, wordt weggewerkt door Patria. Dan kan Patria eruit komen over de rechterkant, maar niet bij de vooruit geschoven mensen. En FC Toho aan de rechterkant dan weer terug. Voorzet, nou, die gaat veel te hoog. Achterbal. Hier dan naar Emiel Brouwer. Kijken of dat die eruit kan komen. En de bal terug op Remco van Deventer. Die dan wel richting de nummer 10. Bal door naar rechts. Waar is Jeffrey Rensbrink, de spits van FC Toho? Die man die kan de ballen erin. Tikken, ja, dat doet hij dan ook, maar daar is voor die tijd een buitenspel gegeven door de grensrechter van Patria. Maken van het eerste doelpunt die daar zich gaat mee bemoeien met die trap op het doel, in ieder geval met dat penalty. Nou, eens kijken, Ter Hoeve fluit dan nu voor die bal, die mag genomen worden. Michael Theo, die wordt fantastisch gestopt door Mitchell Dijssel. En dan is het de kans verkeken voor FC Toho om die 2-2 nog eventjes voor de rust op het scorebord te krijgen. Want ik denk dat we toch wel tegen de rust aanzitten. Roy, ja? Jij wou wat vertellen over FC Toho. Maar moeten we eerst weten, waar speel je? In de D, maar we weten nog niet of ik in de D1 of D2 zit. En hoe oud ben jij? 10 jaar. 10 jaar. Jij wou wat vertellen over FC Toho. Wat wil je vertellen? Dat het een hele goede club is en dat hier hele goede trainers hebben. Ja, en zeker ook gezellig? Dat zeker. Ja, hè? Je wou ook iets vertellen over het veld. Gaat het niet goed hier op het veld? Het is toch mooi groen? Maar het veld, als er regen is, gaat het regen niet weg en alles. En je glijdt er snel van weg. Ja. En sommige lichtmasten doen het niet. Oh, dan kun je niet voetballen, dan kun je niet trainen. Dat wel, maar moeten we in het donker trainen. In het donker? En hebben jullie dan een lampje in de bal zitten of zo? Of een, belletje? Nee, maar dan kunnen we nog. We zien het wel, want dan is het niet helemaal donker. Maar dan zie je wat minder dan als de lampen aanstaan. Dus je zou eigenlijk graag van de gemeente dat ze naar het veld zouden kijken om dat beter bespeelbaar te maken en misschien wat betere verlichting erop. Dat was de bedoeling, denk ik. Ja. Hè? Nou, ik zie dat de spelers weer op het veld komen, dus dan gaan we weer naar het voetballen kijken. Ja. Ja? Maar inmiddels is de bal weer aan het rollen en kan Patria nu van rechts naar links spelen. En beginnen ze daar aan die kant met een vrije trap of een inworp. Nee, dat wordt een inworp, want als je de bal in de handen hebt, dan is het een inworp natuurlijk. Bal daar gegeven, kan FC Toho daar niet uitkomen. Oeh, een overtreding, een tackle op de bal. Maar daar viel de man ook omheen. En is het Jeffrey Verensbrink, het schot op doel. Maar die wordt gekeerd door die keeper van Patria. Die zag hem aankomen en was een makkie om die te pakken. Er zat ook niet veel vuur in van Jeffrey Verensbrink. Dat heb ik wel eens anders gezien bij hem. Zeker als de momenten dat hij kan schieten, dan haalt hij zeker uit met die lange benen. Nu dan weer een overtreding op het middenveld gemaakt door de mannen van Patria. Ik heb weer een doelpunt. Het gaat hier goed bij FC Toho, in ieder geval voor Patria. Vanuit een corner stopt Pieter Koster de ingeschoten bal. Die stompt die weg en die valt voor de voeten van de nummer 10 van Patria. En die haalt voluit en legt hem achter in het netje. Ja, Ben. Ik heb mijn best gedaan, maar dan moet ik toch nog iets verder achteruit staan, denk ik, om in de lijn te komen van de
richting? Kamp van de Zuid. Utrecht komt hij al op. Oh, Kruis. Ja, hij is daar. Kruis, ja. Dan overnieuw FZO achter vandaan. Marco Kooi wordt ingespeeld in het midden van het veld. Die heeft daar alle ruimte om daarbij te komen. En zien we dat meneer van Zeist, hoort u, Martin de Bakker, zeg maar, die is ook weer komen kijken. Die staat hier even bij me. En is het FZO die in het middenveld de aanval in kan zetten. En balletje weer even terugleggen. Dan naar de zijkant naar Richard Gouw. Die zal die bal naar de linkerkant brengen. Dan moet de nummer 7 daar doorlopen. Oeh, liep Richard Gouw bijna voorbij de bal. En is het Marco Kooi die de bal in de 16 meter brengt. Maar ja, daar staat geen Withemd en ja, rolt die bal over de achterlijn. Krijgt FZO in ieder geval nog een penaaltje. Die hebben ze natuurlijk in de eerste helft al een keer gehad. Die werd gemist. En dan is het nu Jeffrey Renzenbrink die zelf die panel gaat nemen. Nou, eens even kijken wat hij daarmee gaat doen. Nou, die zal die denk ik wel erin poeieren. En die zal misschien wel met venijn ingeschoten worden. Misschien door het net heen. Nou, dan is die nu aangelegd. Ja hoor, die schiet hem erin. En is het hier 2-4 op het scorebord. Ja, dat zal FZO niet helpen om die wedstrijd te beslissen. Of in ieder geval een gelijkspel. Zoals ik het voorspeld had. Die wordt er denk ik niet ingeslingerd. Een korte corner op de nummer 12. Bal weer terug op de cornernemer. Dan gaat de bal hoog voor richting... Oh, die keeper die slaat de bal wel. Raakt hem aan de onderkant. Die schiet door. En op dat moment vindt de scheidsrechter het genoeg. En is deze wedstrijd afgelopen. 2-4 in het voordeel van de mannen van Patria. Zeker geen verkeerde wedstrijd. En ja, toch een leuke uitslag gezien het werk wat er gebeurd is door Patria. FZO moet nog even wat werken aan de combinaties, maar dat zal best wel goed komen, denk ik.